Ik doe alles zoals fietsen, om rond te trainen. Dat doe ik dan twee keer, soms drie keer per dag als ik goed zin heb. En dan puzzelen, dat is moeilijker natuurlijk, want dan moet je zo bij nadenken wat je doet. En het is voor mij, dat is voor mij een zwaar ding hoor, om dat op te lossen. Hij is helemaal veranderd. Vindt hij zelf niet, maar dat weet hij niet natuurlijk. En ik kan het ook niet omschrijven. Maar nee, het is niet de Herman van vroeger. Ik moest altijd even een ruimte hebben om te komen waar ze het over heeft. Hè? Dan snap je niet. Dan dat moet je hebben. Ik moest een keer een schuit houden. Maar ik kan nooit op de schuit komen. Soms heb ik het wel hoor. Maar meestal dan. Dan weet ik het niet. Case-manager dementie is een soort spin in het web. Zij zorgt dat de hulp en zorgverlening goed op elkaar is afgestemd. En dit doen wij zoveel mogelijk in overleg met de huisarts. Wij informeren cliënt, partner of anderen in de omgeving over het ziektebeeld en over de veranderingen die dit met zich meebrengt. Je weet niet wat er allemaal te koop is met zulke gevallen. Waar je naartoe moet, dat weet je zelf niet. En dat wordt je dan wel aangegeven. Het is allemaal anders. Ik moet voor hem denken. Ik moet voor twee man denken. En ja, het is gewoon moeilijk. Maar welke diagnose was gesteld toen door de geriater? Vasculaire dementie. Ja. Dat was eruit gekomen. En dat is een andere vorm van dementie dan waar u het net over had. Het is geen Alzheimer. Nee. Het zal een broertje of zusje zijn, maar het is geen Alzheimer. Nee. Klopt. Het doel van ons werk is dat mensen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Indien het niet meer mogelijk is, dan begeleiden wij naar een andere passende woonvorm. Case manager dementie wordt bij mensen voor hele verschillende dingen ingezet. Het komt voor dat ik alleen koffie kom drinken één keer in de maand bij iemand om eens te bespreken hoe het loopt, zodat iemand ook zijn hart kan luchten. Ze helpt je. Praat met me, en of met ons tweeën dan. En ja, dat ik er niet alleen voor sta. Zo komt het bij mij over.